Een BMW tegen een Volkswagen, dat zie je niet zo vaak bij Autoweek. En dat is natuurlijk ook wel terecht, want binnen de Volkswagen groep is het merk Audi veel meer een directe concurrent voor BMW dan Volkswagen. Maar ja, de elektrische Audi A6 Avant is er nog niet. De Volkswagen ID.7 Tourer heeft zelfs helemaal nog geen directe concurrenten in zicht. En dus zijn dit zo'n beetje de enige keuzes die je hebt als je in de markt bent voor een grote elektrische stationwagen. En wie weet blijkt vandaag wel dat zo'n goedkopere ID.7 wel een heel goed alternatief is voor die i5. En hoeveel goedkoper is die dan? Nou, grofweg zou je kunnen zeggen dat de prijzen van de ID.7 stoppen waar de prijzen van de i5 beginnen. Dat is zo rond de 70.000 euro. Alleen heb je zo'n ID.7 Tourer natuurlijk al voor veel minder, namelijk vanaf zo'n 58.000 euro. En is deze specifieke BMW volgehangen met opties. Dus hebben we het hier over een auto van 105.000 euro. ID.7 is trouwens ook niet standaard. En kost zo'n 68.000 euro zoals die hier staat. Dat is een heleboel geld, maar Volkswagen heeft vandaag mazzel. Want voor één keer vinden we 68.000 euro voor een Volkswagen relatief wel meevallen. Wat deze auto's gemeen hebben is dat ze allebei duidelijk hoger zijn dan je op basis van de foto's zou denken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er een accupakket in de bodem moet liggen. En dus zijn ze allebei zo'n 1,5 meter hoog. En daardoor valt eigenlijk niet op hoe lang ze zijn. Dat is behoorlijk lang, want we hebben het wel over stationwagens van 1,05 meter. Maar een belangrijk verschil is daarbij natuurlijk wel dat de Volkswagen vanaf het begin is ontwikkeld als EV. De ID.7 is altijd een EV, terwijl de i5 eigenlijk gewoon de elektrische versie is van de 5-serie Touring. En dus moest BMW ook ruimte houden voor de 6-cylinder motoren, versnellingsbakken en aandrijfassen die in andere versies van de 5-serie wellicht wel te vinden zijn. En dat zie je terug in het ruimteaanbod, vooral op de achterbank, waar de BMW duidelijk minder beenruimte heeft dan de Volkswagen, terwijl die nog 10 centimeter langer is trouwens. En waar je ook zo'n middentunnel hebt die nog wat beenruimte wegsnoept voor de middelste passagier. Volkswagen heeft dat allemaal niet, maar een vlakke vloer en ook duidelijk meer beenruimte. Dus achterin de Volkswagen zit je gewoon beter. En ook als het gaat om bagageruimte wint de Volkswagen het, al is het verschil daar wel wat minder groot. Hier gaat 570 liter in de Volkswagen 605. Gooi je de bank plat, dan gaat hier 1700 liter in en in de Volkswagen 1714. Dus dan loopt dat verschil nog iets terug. En allebei zijn natuurlijk wel gewoon ruime stationwagens. Al is iets als een Passat of de Skoda Superb duidelijk nog weer een stapje ruimer dan dit. Wat me hier wel opvalt in het geval van de BMW, is dat BMW op een aantal punten duidelijk bespaard heeft ten opzichte van de vorige 5-serie. Zo is dit de eerste 5-serie Touring ooit die niet zo'n ruitje heeft dat je apart kunt openen. Dus het is gewoon de klep open of de klep dicht en meer opties zijn er niet. En daarmee samenhangend is de elektrische rolhoes ook verdwenen. Dus de vorige 5-serie had een rolhoes die als je de klep opende of dat ruitje opende zo omhoog ging. En als je hem dan weer dicht deed, ging die automatisch weer dicht. Allemaal keurig en in dit geval doet hij alleen maar zo'n stapje terug. En dat gaat gewoon mechanisch, dus je moet hem handmatig weer terughalen voordat je de klep dicht doet. In de praktijk vergeet je dat, althans ik wel. En dus zal die vaak gewoon ja, zo openstaan en dat staat natuurlijk niet zo netjes. En dan heb je trouwens ook een dikke kans dat je daar een laadkabel ziet liggen, zoals ook in dit geval. Want die kun je niet zo heel makkelijk onder de bodem kwijt. Het kan wel, maar dan moet je echt gaan proppen en dat doe je in de praktijk gewoon niet zo snel. En je kunt hem ook niet in de neus van de auto kwijt, want de frunk heeft deze auto niet en de Volkswagen ook niet. Dat vind ik in beide gevallen jammer, maar vooral in het geval van de BMW, want er is echt zat ruimte voor. Dus ze hadden daar gewoon een bak kunnen maken, maar dat hebben ze niet gedaan. En dat is een beetje een gemiste kans. Bij de Volkswagen kun je je laadkabel wel iets makkelijker kwijt op andere plekken. Zoals hier links is een netje waar die vrij makkelijk ingaat. En de ID.7 heeft ook een dubbele bodem. Dus zet je die op de hoogste stand, dan lever je iets bagageruimte in. Maar dan kun je wel heel makkelijk iets als die kabel gewoon uit het zicht opbergen. Die afdekhoes en dat ruitje, dat zijn niet de enige dingen waar BMW op heeft bespaard. Want hij heeft bijvoorbeeld ook geen sfeerverlichting in de achterportieren. Beetje gek, want de Volkswagen heeft dat wel. En het panoramadak kan niet meer open. Ook voor het eerst in de geschiedenis van de 5-serie. En ik mis iets bij de stoelen, want dit zijn de optionele comfortstoelen. En voorheen was het dan zo dat je de bovenste helft van de rugleuning apart kon verstellen. Zodat hij als het ware dit kon doen. Kon je hem helemaal mooi met je rug mee laten vormen. Maar dat zit er niet meer op. Je kunt uiteraard wel de hoofdsteun verstellen en het zijn uiteraard nog steeds hartstikke fijne stoelen, maar toch wel net even wat minder fijn dan voorheen. Dus dat is jammer. En wat BMW natuurlijk ook heeft geschrapt ten opzichte van de vorige 5-serie, dat zijn een heleboel knoppen. Dat is een heel algemene trend en zeker ook een trend die bij BMW volop gaande is. Het aantal knoppen is hier echt tot een minimum beperkt, maar ik moet wel zeggen dat ze daar wel een slim alternatief voor hebben bedacht. Want bijna door het hele interieur vind je snelkoppelingetjes terug.
waarmee je dan op het scherm een menu oproept dat over dat thema gaat. Dus je hebt de deur zitten bijvoorbeeld één voor de stoelen, op het plafond voor de interieurverlichting, hier links voor de exterieurverlichting. En zo vind je toch snel wat je zoekt. En zeker ook omdat het infotainment systeem zelf heel goed doordacht is. Het ziet er heel mooi uit, het is heel uitgebreid, het is heel snel. Je kunt het helemaal naar je eigen wens indelen. En je kunt het ook nog bedienen met die draaiknop trouwens, waar BMW natuurlijk bekend om is geworden. Die iDrive draaiknop, die zit er gewoon nog steeds in de 5-serie. En dat zorgt ervoor dat het bedienen van deze auto toch nog eigenlijk gewoon heel erg goed werkt. Misschien net niet zo goed als in de vorige 5, maar toch zeker wel nog steeds heel goed. En sowieso voelt hij echt aan als een echte BMW. Dat is wel misschien wel het voornaamste wat me van deze auto zal bijblijven. Als je erin rijdt, dan is het echt in de eerste plaats gewoon de nieuwe 5-serie en pas dan een EV. Dat zou je bijna vergeten en dat bedoel ik als een compliment. En dat is denk ik wel een voordeel van de keuze van BMW om die elektrische aandrijflijn gewoon in een bestaand model te stoppen. Je zit er ook lekker laag in, mooi diep achter het dashboard, hoge middentunnel. En daarmee krijg ik in deze auto echt het BMW gevoel. En dat geldt ook voor de rij-eigenschappen. Hij is wel vooral comfortabel, maar dat gold eigenlijk al heel lang voor de 5-serie. Het comfort staat voorop, maar er zit tegelijkertijd nog wel een soort scherpte in die je bij veel andere auto's toch niet aantreft. Hij reageert lekker direct op het stuur, zou wel iets meer gevoel in mogen zitten. En je hebt in dit geval hebben we dan ook nog een optioneel adaptief onderstel, zodat je wat meer kunt variëren, naar een wat scherpere stand kunt gaan, wat harder, de auto wat harder kunt maken. Maar in alle gevallen blijft die wel heel goed uitgebalanceerd. Dus alle standen voelen eigenlijk alsof het zo hoort en niet geforceerd. En hij voelt altijd heel goed in balans. En dat is gewoon heel knap. Dus ik standaard best wel een geavanceerd onderstel. Hij heeft altijd luchtvering achter bijvoorbeeld, zelfs ook als je dat adaptieve niet neemt. En neem je dat wel, dan krijg je er ook nog vierwielsturing bij. Nou ja, daar word je natuurlijk nog wat scherper van. Want dan krijg je eigenlijk meer reactie op het stuur dan je in eerste instantie zou verwachten. En dat draagt bij aan dat BMW-gevoel, zullen we maar zeggen. Dit is een eDrive 40, dat is de basisversie van de i5. Maar je hebt 340 pk. Nou ja, dus wat mij betreft echt meer dan zat. Het gaat in dik 6 seconden van 0 naar 100. Het is trouwens ook de enige versie met alleen 8-wielaandrijving. Dus je hebt een elektromotor op de achteras, verder niet. Ja, ik zou daar echt heel goed mee kunnen leven. Zeker ook omdat je altijd hetzelfde accupakket krijgt van dik 81 kWh. Dat levert dan een bereik op van 560 km en dat is op zichzelf heel netjes. Maar in verhouding tot het accupakket niet geweldig en hij is dus ook niet geweldig efficiënt. Ik reed in de praktijk zo'n 18 kWh per 100 km. Nou rijd ik over het algemeen best wel rustig, dus daar ben ik niet echt van onder de indruk. En ik kan me ook heugen dat in andere BMW's, elektrische BMW's, iets beter geregeld was dan in dit exemplaar. Wat wel weer heel fijn is trouwens, is dat je one pedal driving hebt. Dus je kunt hem in D zetten of in B. Zet je hem in B, dan komt hij helemaal tot stilstand. En dan krijg je dus heel sterke recuperatie. Dan heb je je rempedaal eigenlijk niet meer nodig. En wil je dat niet, dan kan die dat recupereren ook adaptief regelen. Dus afhankelijk van of er een bocht aankomt of dat er iemand voor je rijdt, remt hij dan wel of niet harder af. Dus dat werkt allemaal heel mooi. Dat het best wel wat zuiniger kan dan die i5, dat bewijst deze ID7. Want dit is de Pro, eigenlijk de basisversie met een 77 kWh accu. En die komt met die kleinere accu, 77 tegen 81, toch verder, namelijk al 605 km. En dan is er ook nog een Pro S en daar heb je uiteraard budget voor als je i5 geld hebt. En die heeft een nog wat grotere accu van 86 kWh en daarmee ga je dan zelfs richting de 700 km. Dus zowel qua actieradius als qua verbruik, ik rij zo'n 15 kWh per 100 km met deze auto, wint de ID7 het vrij riant van de i5. Ook deze auto heeft één elektromotor op de achteras. Die is dan in dit geval 286 pk sterk, dus hij is wat minder sterk dan die van de BMW. En hij is ook wel wat minder vlot dan de BMW, maar om eerlijk te zijn, ja. Nou ja, dan ga je in 7 seconden van 0 naar 100. Ik vind het nog steeds vlot zat en dat zal voor de meeste mensen wel gelden. Helemaal met één pedaal rijden zit er in dit geval dan weer niet in. Wel heb je hier ook een D en een B-stand. En in de B-stand gaat hij dan wat heftiger vertragen als je van je gas afgaat. Maar helemaal tot stilstand komen doet hij niet. Daarvoor heb je altijd wel het rempedaal nodig. En is die dan uiteindelijk leeg, en dat duurt dus best wel even met deze auto, dan gaat het snelladen wel iets minder rap dan bij de BMW. Namelijk met maximaal 175 kW tegen 200 voor de BMW. Maar om nou te zeggen dat een doorslaggevend verschil is, nou ja, dat vind ik nou ook weer niet. De hele beleving is wel duidelijk anders hoor, ondanks alle overeenkomsten in soort auto en het formaat. Je zit in deze auto duidelijk hoger, dus daar begint het al mee. Dus ik heb daarom al een wat minder sportief gevoel en die scherpte die BMW over zich heeft tijdens het rijden, die heb je in deze auto eigenlijk gewoon niet. Hij rijdt keurig, hij rijdt zonder verrassingen eigenlijk, maar er is niks spannends of interessants aan ofzo.
En er is zelfs één ding aan wat ik een beetje jammer vind en dat is de onderstelafstemming. Ook hier heb ik een adaptief onderstel en bij Volkswagen betekent dat dat je kunt kiezen uit maar liefst 15 verschillende standen voor de dempers. Maar de comfortstand is eigenlijk net een beetje te slap voor de veren. Dus als je dan over een drempel gaat of door een kuil, dan krijg je dat die auto een beetje zo nadijnt. Op een manier die gewoon niet zo prettig is. Gelukkig kun je dat dus wel, daar kun je wat aan doen door die 15 verschillende standen. Dus ik zet hem in de praktijk 3 tandjes strakker, meer richting sport, maar nog lang niet zo strak als de sportstand zelf is. En dan gaat het beter. Maar het blijft gewoon een minder geraffineerd onderstel, minder stil onderstel ook dan dat van de BMW. En ook toch wel net wat minder comfortabel dan de BMW. Dus daar zie je wel duidelijk een niveauverschil terug. En dat geldt eigenlijk ook wel voor het interieur heel duidelijk. Dit is nog de versie met het dure optionele interieurpakket, wat onder meer deze bekleding brengt met die witte accentjes erop. Dat interieur van de BMW is natuurlijk ook verre van standaard. En het is heus een keurig interieur, er is eigenlijk niet zo heel veel mis mee. Maar je ziet gewoon aan alles dat het niet op het niveau is van de BMW. En dat is natuurlijk ook volkomen logisch en eigenlijk ook helemaal geen schande. Wat ik wel jammer vind is dat Volkswagen op een aantal punten heel geforceerd hip heeft proberen te doen. Zo heeft deze auto die bekende raamknoppen die we kennen uit andere ID-modellen. Dat zijn er dan maar 2 en daarmee bedien je 4 ramen. Het werkt gewoon niet handig. Hij heeft ventilatieroosters die je zo zou kunnen beetpakken om ze af te stellen. Maar nee hoor, dat mag niet. Dat moet ergens in een minuutje moet je ze gaan africhten. Terwijl de BMW notabene verborgen ventilatieroosters heeft die je wel gewoon met een knopje kunt afstellen. Wat natuurlijk veel makkelijker werkt. En ze zijn er nog wel een paar van die dingetjes dat ik denk, dat had gewoon niet gehoeven van mij. Het goede nieuws is wel dat het infotainment systeem van de ID7 een stuk beter is dan we een paar jaar geleden in de ID Volkswagens gewend waren. Je kunt nu hier allerlei snelkoppelingen bovenaan zetten, zodat je snel bij bepaalde functies bent die je vaak gebruikt. En het is gewoon overzichtelijk en eigenlijk net als in de BMW best wel goed in te delen naar je eigen wensen. Zodat je altijd een overzichtsscherm hebt met die dingen die je belangrijk vindt. Wel een aanzienlijk kleine instrumentarium. Daar staat eigenlijk echt alleen maar snelheid op en wat basale info over accupercentage en dat soort dingen. Maar goed, je hebt zo'n groot scherm en ook nog een head-up display trouwens, dat ik daar niet echt een probleem mee heb. In de reacties zie ik graag terug dat veel van jullie dat woord premium maar een soort holle marketingterm vinden. Maar een ritje in deze Volkswagen en deze BMW maakt meteen duidelijk dat het wel degelijk iets voorstelt. Want die BMW is veel mooier van binnen, geraffineerder ook qua onderstel. En dus voel je dat extra geld er wel degelijk aan af. Maar ja, dat prijsverschil is natuurlijk wel te groot om voor een ander te gaan bepalen of dat het waard is. En bovendien heeft die Volkswagen wel degelijk ook zijn eigen voordelen. Ja, hij is zuiniger, hij is ruimer. Ik kan in ieder geval zeggen dat de Volkswagen ID7 voor wie een wat beperkter budget heeft of simpelweg voor wie wat rationeler is, wel degelijk een goed alternatief kan zijn voor zo'n BMW i5. En in de geschreven versie van dit verhaal halen we de enige andere elektrische stationwagen in dit prijssegment erbij, namelijk de NIO ET5. Lees ze dus.